bent. Ja, ik had koffie van Reinders. Nou, kijk, daar is hij weer. Koffie van Reinders, mensen. Ja, Jeroen. Helemaal in stijl, rode broek aan. We zijn helemaal klaar voor. Graaf. Ja, inderdaad. En ja, nogmaals, ik blijf het zeggen. Ik vind het altijd helemaal geweldig. Zoals je de filmpjes altijd laat zien op Facebook, internet. En ja, voor de mensen is het natuurlijk altijd gewoon heel duidelijk hoe zo'n huis eruit ziet. Ja, klopt. Want vroeger was alles. Ging alles met fotootjes? Ja, klopt. Je ziet wel echt een verschuiving. Dat mensen inderdaad met zo'n videootje het heel erg leuk vinden om zo door het huis te lopen. Maar goed, zoals je mij natuurlijk even nu in het licht zet en spontaan langskomt op de koffie. Met je rode broek. Echt top, Arno. Ja, natuurlijk. Als we komen, dat ga je goed natuurlijk. Natuurlijk is het natuurlijk ook heel erg leuk om jou weer te volgen. Want ik zie natuurlijk in jou ook iemand die mij weer inspireert. Waarvan ik denk van wauw, die Arno, die doet het allemaal maar zelf. En wat ik zo leuk vind, maar dat gevoel heb ik natuurlijk zelf ook. Je doet het gewoon omdat je het gewoon... helemaal uit jezelf doet. Je wil die ondernemer in het licht zetten. Zoals nu ook, kom je gewoon spontaan binnen. Dit was totaal niet... Ik wist niet dat Arno even langskwam met zijn like en deelactie. Je zet de ondernemer in het licht. Dus wat dat betreft, complimenten ook aan jou. Nou, dat mag ook wel eens gezegd worden. Want meestal staat natuurlijk degene die Arno interviewt in het licht. Maar ik zeg bij deze, Arno, groot compliment hoe je doet. Hartstikke bedankt, jongen. Super voor wat jij allemaal betekent voor lokaal Apeldoorn. Ja. Ik denk ook dat je heel veel mensen blij maakt met je like- en deelacties, Arno. Ja, want, zeker. Iedereen die jou tegenkomt, die moet natuurlijk altijd lachen. Want Arno geeft wat weg. Ja, niet ik alleen natuurlijk, want de ondernemers zelf, die geven wat weg. Precies. Maar ik kom er uiteindelijk namens winkelcentrum ervoor. Dat het niet alleen bij ons op het winkelcentrum is, maar dat we ook op andere winkelcentrums komen of andere ondernemers. En dat is gewoon zo mooi om die mensen ook te laten zien. Ja, ze zeggen wel eens van, Arno, het gaat om winkelcentrum uit Van Zuid. Nee, het gaat om het al breder, die ondernemers. Hè? Het is breder. Ja, het is breder. Maar ja, nu we hier toch zijn, Jeroen. Jasje aan. Ja? Speciale broek voor je aangetrokken. Ja, dat vind ik super. Dan ben ik toch heel benieuwd of Jeroen ook nog wat heeft voor de like-and-deel-actie. Dus Jeroen. Nou ja, een leuke cadeaubon weg. Bij Jurri Brink, die ken je wel. Ja, die zeker. Sinds kort bij Riant. En ja, degene die natuurlijk de actie liked en deelt en wint, die krijgt van ons kantoor Reinders deze lekkere cadeaubon ter waarde van €90. Om een lekker hapje te eten met zijn partner. En dat lijkt mij een leuke actie. Arno, alsjeblieft. Dus Reinders Makelaars gaat u natuurlijk eventjes liken natuurlijk. En deze actie gaat u openbaar delen. En wie weet maakt u wel kans op deze geweldige prijs. Geweldig, Jeroen. Ja, nou geef ik natuurlijk wat weg aan Arno. Maar volgens mij ben jij in een gekke bui. We zijn in een hele gekke bui. Maar dat zijn wij toch altijd? Ik zie het aan je, Arno. Ja, maar dan zijn wij toch altijd? Ik zie het aan je. Wij doen altijd gek. Ja, volgens mij heb jij ook wat weg te geven. Ja, nou, ik heb Jorgen nog gesproken van vakantiepark Het Liederholt. En die kent iedereen natuurlijk. Er zit in Beekbergen. En ja, die ken jij toch ook, Jeroen. Tuurlijk. Ik heb er altijd gezellig met je caravan staan. Hebben ze ook niet een eterij? Nou, daar wil ik het nou net over hebben. Ik heb Bjorn gesproken en Bjorn die zegt tegen mij, Arno, weet je wat, als je toch gek gaat doen, zegt hij, zoals je altijd doet. Hè? Hij zegt, dan geef ik nog eens een keer een waardebonnen weg voor twee personen. En dan mogen ze heerlijk gaan eten. Ja, en de Lidlhoeven. Fantastisch. Dus hebben we twee eetbonnen, Arno. Het is eigenlijk te gek. Eigenlijk te gek. Eigenlijk hoe kan het uit? Ja, ik snap het ook niet. Maar profiteer ervan. Zo is het. Ik zou in ieder geval zeggen, Jeroen, super bedankt. En Bjorn is hier niet. Bjorn ook helemaal bedankt voor deze actie. En ik zeg jullie, liken en delen, taggen, want dat is ook belangrijk. Oh, tag ja. Degene die zegt, van met diegene wil ik wel lekker uit eten gaan. Dan moet het toch helemaal goed komen. Fantastisch. Bedankt dat je kwam en leuk dat je hier was. Spontaan. Gaan de koffie opdrinken. Super. Okay. Arno, bedankt. Ja, ook super bedankt. Super leuk dat je hier was. Geweldig. Ja. Dat gaan we doen.